De handboog is bekend als jachtwapen uit de oudheid. Tot de 16e eeuw werden oorlogen beslecht met de handboog. Na de uitvinding van het buskruit was het met de handboog als wapen gedaan. Vanaf 1752 wordt de handboog alleen nog voor de sport gebruikt. In 1989 is handboogschietvereniging de Bredius Schutters in Woerden opgericht. In het Bredius-honk aan de Kievietstraat zijn wekelijks zo'n 60 leden actief, zowel competitief als recreatief. Er wordt geschoten door jeugd en volwassenen in een prachtige schietzaal. In 1983 is die ontstaan. In 1990 is het clubgebouw opgericht door de heer Bosboom. Die heeft toen een hele gebouw gekregen en heeft deze hal erbij gebouwd in 1993. We bestonden toen met ongeveer 43 leden. En die leden die zijn nu uitgegroeid tot ongeveer een kleine 60. En we zijn hier al zeer enthousiast met het schieten bezig. En we hebben zowel jeugd als volwassen mensen. De oudste lid is nu ongeveer 74 jaar oud. Die is er dit jaar mee gestopt vanwege blessures. Maar de jongste lid is 11 jaar. Er wordt bij de Bredius-schutters met verschillende bogen geschoten. Elke boog heeft natuurlijk een vizier en wordt voor het schieten afgesteld voor een optimaal resultaat. Nou, wij schieten met diverse bogen. Dat wil zeggen, we hebben drie verschillende soorten. Dat is de houten boog, oftewel de traditionele boog. Daar zitten geen toeters en bellen op, geen vizier, niks. We hebben dan de recurve boog, daar zitten wel vizieren op. Stabilisator zit erop. En om wat nauwkeuriger te kunnen schieten, dat je de balans beter in je hand hebt van de boog. Daarnaast hebben we dan ook nog de andere boog, dat is de compound boog. Die is wat zwaarder om uit te trekken, dan gaan ze tot 65 pond ongeveer, maximaal. Daar heb je kracht voor nodig om die even uit te trekken, maar als je door het punt been heen bent, dan gaat het prima. En dan komt er ook een pijl met een snelheid uit van zo'n 298 km per uur. Nou, het vizier is natuurlijk om je doel te kunnen scherpstellen, maar je ook op een geweer hebt, heb je korrel. Nou, dat is eigenlijk het vizier van een boog is hetzelfde, er zit ook een korreltje in en daarmee richt je op je doel om zodoende juist het midden te raken, waardoor je punten kan schieten. Er zitten nog meer technische dingen op. Het vizier is natuurlijk, wat ik net zei, is te verstellen en diverse omhoog en omlaag en opzij. Daar zit ook nog een button op. De button is om de pijl druk te geven, zodat hij een rechte vlucht krijgt om zo strak mogelijk in de wand te komen. Want hoe mooier die recht vliegt, des te beter het is voor de schutter natuurlijk, om punten te scoren. Dat te beïnvloeden. Om die pijl nou goed te doen, heb je ook een oplegger nodig waar die pijl op komt te liggen. Want als je dat los in je hand hebt liggen, heb je geen controle meer. Dus je hebt de oplegger, de button en het vizier om dus tot een goed resultaat te kunnen kopen. Je hebt dan carbonpijlen, je hebt aluminiumpijlen, je hebt aluminiumcarbonpijlen en je hebt alleen aluminium. Dus oké, diverse pijlen zijn er dus ook om. Als je een hele zware boog hebt met een dikke pees, dan heb je een andere pijl nodig dan wie een lichte boog hebt met een dunne pees. Want de vlucht van de pijl wordt dan anders. Dus hoe lichter de boog, hoe lichter de pijl wordt, om toch een strakke vlucht te kunnen krijgen. Er wordt geschoten op twee verschillende blazoenen. Grote en kleine. Maar wat is eigenlijk het verschil en met welke boog schiet je op welke blazoen? De grote, zoals aan die kant, dat zijn de recurve blazoenen. En deze kleine zijn de compound blazoenen. Het grote verschil is dat het ligt een beetje aan het feit dat bij een compound er een hulpmiddelen zijn, zoals een vizier met een scope. Dus een vergroot glas, zeg maar. Waardoor een compoundschutter veel directer op zijn blazoen staat. Je ziet hem uitvergroot. En om dan wel een beetje een gelijke strijd te kunnen krijgen, zijn ook bij de compoundblazoenen veel minder punten te zien. Ze zijn kleiner. Er zijn ook een aantal actieve jeugdleden binnen de vereniging. Arend Jan van Hilten is een van die jeugdleden. Nou, ik heb in de gemeentegids gekeken en toen zag ik van, hé, boogschieten vind ik wel leuk. En toen ben ik een keer gaan kijken. En toen ben ik de cursus gaan doen. Ik ben ongeveer 2 jaar lid en ik schiet ook al 2 jaar. Ik schiet geen wedstrijden, maar ik wil het wel gaan doen als ik een beetje beter ben. Zelf mocht ik het ook eens proberen. En het resultaat mag er zijn.
Beautiful people, you live in the same world as I do. But some... Nou ja, ik ben Tek de Jong. En ik ben beeldhouwer hier in Kamerik. En ja, ik tekende heel graag, maar ik dacht als klein jongetje, ik wil kok worden. Dus dat is het helemaal niet geworden. We hadden een bakker tegenover ons wonen en een schoenmaker in Zegveld. En daar ging ik natuurlijk als klein jongetje kijken. En als de deegtrog dan leeg was, dan mocht ik daar van de restjes nog even een balletje draaien. Maar je hebt eigenlijk helemaal niet door dat bepaalde dingen lichte duwtjes in je rug zijn. Waar je tegenop liep was, je kon wat her en der spelen, maar er zat altijd het gevoel bij, maar dat blijft niet. En dat zette je apart. Ik ben bezig met penningen te ontwerpen. Eigenlijk een van de kleinste dingen die niet iedere beeldhouwer zou dat doen, maar waar een beeldhouwer zich mee bezig kan houden als reliëfje. En dat zijn in dit geval wat geboortepenningen hoofdzakelijk. Ik bofte eigenlijk dat ik een leraar kreeg die met ons als gekkigheidje een werkstuk liet maken over de 19e eeuw. En verdeelde van, die meisjes die gaan Hieronymus van Alphen doen. En Hans Verommeren en Teke de Jong die gaan Van Gogh eens neerzetten. Dus plaatjes van hoe is die man zijn leven geweest, wat voor leven heeft hij gehad. En je kwam ook het stedelijk kennis. Die drempel die kan je gewoon over. Dus voor het eerst. En die man die heeft ook een paar keer s'avonds met mijn ouders gesproken van, ja, ik voel aan dat die jongen kunstzinnig is. Ik hoop hem een lans te kunnen breken voordat hij dat tot vak kan maken. En mijn moeder die had eigenlijk zoiets van, een kind moet zijn hart kunnen volgen. Dat had zij ook met heel veel moeite toch gekund. En die leraar van Ulo die had mij een steentje gegeven van, ik kom niet uit dit portret, dat was Frans Kalksteen. Ga jij er maar mee aan de gang? En ik ging aan de gang met een schroevendraaier en een hamer. Ik had gewoon een goede map waarmee ik naar een academie kon. En voor die nieuwe tekenlerares was ook duidelijk van, dat is eigenlijk de beste school waar je naartoe kan gaan. En ik werd ook aangenomen. Dus dat is ontzettend leuk. Waarmee ik van de academie afkwam, dat is dat stenen beeld wat hier in de hoek staat. Wat een kunstenaar te verstouwen krijgt. Om het te redden. De 1%-regeling was er, hè, dat wanneer een flink gebouw werd gezet, dat er 1% apart werd gehouden voor kunst. Maar lang niet iedereen paste die regeling. Ja, maar ik had eigenlijk het geloof van, dat gaat natuurlijk lukken. Hè? Een beetje veel te rooskleurig, maar ik had het er ook allemaal voor over. Ja, toen kwam ik eigenlijk met ballet in contact als iets wat ik natuurlijk nog nooit op mijn bordje had gehad. Van, wat is dat? Wat is er allemaal niet voor nodig om zo'n stuk klaar te krijgen? Heel hard werken, hè? En toen ik op de academie kwam en wij moesten in het vierde jaar, was een beetje ons laatste jaar, een steen aanhakken nadat we een model hadden gehad. Die een meisje met een doek in de hand, want ja, zo'n steen kon natuurlijk makkelijk breken in de Engels. Dus zo'n derde been, zo'n doek erbij, dat maakte het veel stabieler. Maar ja, verdorie, in de linkerhand vorig jaar en nou in de rechterhand die doek, dat was natuurlijk zo saai als wat. En toen ben ik naar het Nationaal Ballet toegestapt, gewoon puur brutaal. Ik heb aangebeld en wie kan me nou net naar buiten stappen? Hun directeur.
Rudy van Danzig met twee danseressen die hij uitgeleide deed. En ik kon me vraag stellen, kan er iemand model staan voor mijn beeld? En zodoende, dat werd gedaan. Ik kon ook foto's maken, ze is een paar keer wezen kijken. Maar ik had natuurlijk tijdens de takken heel veel aan die foto's. Maar ik ben er ook heel veel gaan tekenen. En dan, als je daar lang mee bezig bent, dan brandt dat eigenlijk helemaal in. En met die erfenis ben ik eigenlijk altijd aan de gang gebleven in mijn vrije werk. Maar bij wijze van spreken, mijn drie schaatsers hebben er ook mee te maken. Hè? Dat je wat van beweging snapt. Je kan iets doen wat afwijkt van het stabiele, wat je van een beeld verwacht. Dat het heel erg staan is, heel erg stil is. Hè? Maar daar kan je best wat anders tegenover stellen. Ik voel aan dat dat monument, dat zal, dat hebben mensen nodig, dat dat er een keer komt. Ik had op zich een hele reeks ontwerpen gemaakt die ik liet zien. En ja, tijdens dat ik die dingen voordraaide, dacht ik, ja, dat wordt eigenlijk waarschijnlijk allemaal veel te duur. Ik moet het heel simpel houden. Ik kan er niet onderuit dat er bijna 100 namen genoemd moeten worden die de slachtoffer zijn geworden. Hoe wordt dat niet saai? Hoe kan ik dat zo draaien dat het sterker wordt? En toen heb ik een beetje een X-vorm in twee stenen genomen. Waarbij je eigenlijk simpelweg al een soort wissel van het spoor abstract had. En door die schuin te laten hellen kreeg het natuurlijk veel meer drama. Maar je kon ook tussen die stenen door naar de plek van het ongeluk kijken. En daarvoor in het vizier had ik dus een sokkel met een tors verzonnen in brons. He'll always be someone with the same pattern on as you. Include him in. In het kader van ons programma Bedrijvigheid in Beeld zijn we vandaag te gast bij Verboon Optiek in de Voorstraat in Woerden. Ik ben zelf lenzendrager. Ik draag een leesbril, zoals je kunt zien. Ik wil vandaag alles weten wat het oog nou precies doet, welke afwijkingen van het oog bestaan. En vandaag zullen we dat allemaal leren. RPL TV praat nu met Wouter Verboon, een van de eerste optometristen in Nederland. En ook nog eens een keer Fellow of the American Academy of Optometry. Wouter, wat kan je ons uitleggen in eenvoudige taal wat de werking van het oog precies is? Nou, om dat uit te leggen, Klaas, heb ik hier een model van een oog. Eigenlijk is het oog een hele mooie fotocamera. Wat wij eigenlijk alleen maar zien natuurlijk aan de buitenkant, dat is zeg maar het voorste gedeelte van dit model. Het venstertje van het horenvlies. Dat heet het horenvlies. De achterkant, dat zie je eigenlijk dus helemaal niet. Als ik hem omdraai, daar zit dit is zeg maar het grootste gedeelte van het oog met de oogzenuw. En dat gaat naar de hersenen toe. Als we verder kijken aan het oog, dan zitten daar zestal oogspieren om het oog heen en weer te bewegen. Als we vervolgens het oog verder gaan uitpellen, dan komen we eerst bij een vaatvlies. En als we dan nog verder naar binnen gaan, dan kom je hier bij het glasvocht. Dat is zeg maar het kristallen gedeelte. Aan de voorkant zie je dan ook nog de iris met de pupil. En daar zit achter de pupil een lensje. De binnenkant van het oog, dat heet het netvlies. En dat kun je vergelijken met het filmrolletje van een fototoestel. Dus dat is eigenlijk het gevoelige laagje. En dat netvlies, daar zitten allemaal cellen. Die zijn verbonden met allemaal zenuwen en die komen uiteindelijk samen in de oogzenuw. En vandaar gaan alle prikkels naar de hersenen
En uiteindelijk kijken we met de hersenen. Daar worden de beelden zeg maar geprojecteerd. Oké. Ik weet ook dat er een hoornvlies is en een netvlies. Wat doet het hoornvlies precies? Nou, het hoornvlies dat, is de voorkant hier van het oog. En dat zorgt er eigenlijk voor, als bescherming natuurlijk, van de binnenkant van het oog. Maar zorgt er ook voor dat het heeft een bepaalde kromming. Waardoor ook het licht zeg maar, precies op een puntje op het netvlies moet komen. Het netvlies dat is dat gevoelige laagje van het oog. Het licht komt dan uiteindelijk natuurlijk ook nog neer door deze lens. Dat is de lens die in het oog zit. En daar zit ook een spier omheen. Als mensen gaan lezen, dan moet dit lensje bol getrokken worden. En dan kunnen ze goed lezen. Nou, boven de 45 jaar, dan wordt dit lensje minder soepel. Doordat het continu eigenlijk blijft groeien. Het wordt dikker en het wordt iets langer. En daardoor komt... Daar heb ik ook wel eens last van, ja. Ja, nou ja, dan kun je een leesbril gaan gebruiken. Dan is het probleem weer over. Uiteindelijk wordt dit lensje ook troebel en dan praat je over staar. Heel veel oudere mensen die krijgen staar en dat is eigenlijk een verouderingsproces. Het is ook nog zelfs mogelijk dat je ermee geboren wordt. Dan heb je aangeboren staar en dan is het wel zaak om daar zo snel mogelijk wat aan te doen. Maar de meest voorkomende vorm is op latere leeftijd. Als je nu een vergelijking treft met een fotocamera, hoe kan je dan bijvoorbeeld het netvlies vertalen in... Zeg maar in termen van een fotocamera. Nou, het netvlies is eigenlijk dus het filmrolletje van vroeger. Ah, en het diafragma van een fototoestel, hoe zou je dat vertalen in het, naar het oog toe? Dat is de pupil. Dus dat is het zwarte dingetje. We zitten nu eigenlijk in, in de werkruimte van de optometrist. Ja, er zijn eigenlijk drie belangrijke beroepsgroepen die zich met ogen bezighouden. Dat zijn allereerst natuurlijk de opticiens. En voor iedereen makkelijk toegankelijk als je naar een optiekwinkel gaat. Dan heb je optometristen en die kunnen ook in een optiekzaak werken of in een ziekenhuis. En dan heb je natuurlijk de oogartsen die zeg maar de medisch specialist zijn van het oog. En er zijn er eigenlijk nog twee andere. Dat zijn orthoptistes. Die houden zich bezig met jonge ogen vaak, kinderen, met scheelzien. En de huisarts die is als poortwachter in de gezondheidszorg ook belangrijk. We hebben het net over een aantal afwijkingen gehad. Kunt u daar wat over vertellen, bijvoorbeeld bijziendheid? Ja, je hebt eigenlijk drie soorten afwijkingen. Dat is verziendheid, bijziendheid en cilinderafwijking. En als je hier kijkt naar de doorsnee van een oog, als je het licht dat komt zeg maar, vanuit zeg maar, in de verte, gaat door de pupil, komt door de lens heen en moet, als je geen afwijking hebt, precies hier op het netvlies op de gele vlek komen. Als dat niet gebeurt en het brandpunt valt bijvoorbeeld achter je netvlies, dan moet je dus een correctie hebben om scherp te kunnen kijken. En dan ben je verziend. Het zegt eigenlijk altijd als ezelsbruggetje iets wat je goed kunt zien, zonder hulpmiddel. Als je bijziend bent, dan breekt het licht door de lens. En als brandpunt krijg je dan een brandpunt voor het netvlies. Oké, dus dat zijn de verschillende afwijkingen die je kunt hebben. Verziend en bijziend, ja. Nou, dan heb je ook nog een cilindercorrectie. En meestal heeft dat te maken met de voorkant, met het hoornvlies. De buitenkant, het venstertje zeg maar, van je oog. Heel populair gezegd is je oog dan niet rond als een voetbal, maar eigenlijk meer de vorm van een rugbybal of een ei. Helemaal duidelijk, denk ik. Wouter, we staan hier naast een rode stoel. En ik zie allemaal eigenlijk best wel een gek apparaat. Hoe worden eigenlijk de afwijkingen opgemeten? Nou, met behulp van glaasjes, apparaten inderdaad. Dit is dat heet een Foroptor. Daar zitten allerlei verschillende glaasjes in die passend zeg maar, bij afwijkingen horen. We hebben een letterkaart nodig om te laten kijken naar letters in verschillende grootte. En we hebben natuurlijk een persoon nodig die in die stoel gaat zitten. Goed. Loopt u mee? Dan gaan we daar even zitten. Oké. En ze plaats. Het is gewoon leuk. Ik verkeer het. En dan mag hij hier achter komen gaan zitten. Ja, die plaats.
Goed, nou, we hebben net een voormeting gedaan met de computer en we gaan hier de puntjes op de i zetten. Dus we gaan eens even kijken wat de sterkte van je oog gaat worden. We gaan eerst even wat instellen. Doe de stoel ietsje naar voren en dan mag je het voorhoofd hier zo tegenaan houden. Als je dan recht vooruit kijkt in de spiegel, als het goed is, zie je een verlicht vak met allemaal lettertjes staan. De V, de, oh sorry, de W, de D, de F en een K van Klaas. Als je naar die regel blijft kijken, wordt het zo dan beter of slechter? Zo wordt het beter. En wordt die regel zo nog beter? Iets minder. Lees de onderste regel eens op. Daar staat een L, een C en de rest kan ik helaas niet lezen. Wordt het zo nog duidelijker? Of zo wordt die duidelijker. Gaan we even zo terug naar deze regel. Kun je deze eens oplezen? Een L, een C, een N en een K. Helemaal goed. Mag je het hoofd weer terughalen naar achteren? We zijn nu in het heilige der heiligen voor een optometrist. Wouter, wat kan je ons laten zien hier? Nou, hier wordt dus eigenlijk van een paar glazen en een montuur een complete bril gemaakt. Hier zie je bijvoorbeeld een glas. Nou, dat is helemaal nog helemaal rond. Terwijl het in deze vorm gemaakt moet worden. Nou, en dat vindt in deze ruimte plaats. Dus eigenlijk is dit het domein van de opticien. Waarom maken ze die glazen zo verschrikkelijk groot? Omdat we van tevoren niet weten welk model erin gemaakt moet worden. En je hebt grote brillen, je hebt wat kleinere brillen. Dus dit is eigenlijk een standaard grote. En het heeft ook te maken met de sterkte. Dit is een minsterkte. Dus die zijn altijd wat groter dan een plussterkte. Nu we verder gaan in de techniek, heeft Wouter het overgedragen aan de opticien Arthur. Oftewel ook de slijpspecialist, toch? Als ik het goed zeg. Dat klopt. Wat we net gedaan hebben is het glas afgetekend. Wat we nu gaan doen is het glas dus op maat slijpen en dan daarna verder afwerken zodat het precies in het montuur past. Dat gaan we nu zien. Met deze machine zorgen we ervoor dat het optisch centrum precies voor de pupil wordt geplaatst. En dat doen we eigenlijk met dit apparaat. Er zitten drie puntjes op de glazen en die moeten overeenkomen met dit kruis. En dan is die goed gecentreerd. Dus dat gaan we nu doen. Nu gaan we het glas slijpen. Het glas zit erin. Dit is het model voor rechts, het model voor links. Druk op start. Het luikje gaat dicht en de machine die gaat zijn werk doen. Nou, we gaan het nu even afzoeten, zodat het scherpe kantje eraf is. En dat je heel voorzichtig even die scherpe kant eraf haalt. Doe je aan de binnenkant en aan de buitenkant. Volgens mij gaan we nu naar de echte trucendoos. Dit is de föhn zoals we dat noemen. En daarmee kunnen we de hoek die achter het oor aankomt, de oortip eigenlijk helemaal netjes bijstellen. Dat die de contouren van het hoofd en het oor helemaal gaat volgen. Dus de temperatuur van ongeveer tussen de 60 en de 70 graden. Afhankelijk van het materiaal wat je moet verwarmen. En dat doe je erin goed bewegen. Dus niet op één punt, maar goed bewegen. Dat die helemaal gelijkmatig wordt verwarmd. En dan kun je daarna de hoek of de bocht verleggen zoals je hem graag zou willen hebben. Ideaal, deze methode. Ja, eindresultaat. Prachtig. Ja? Oké. RPL TV was vandaag te gast bij Verboon Optiek. Van tevoren hadden we een bepaalde doelstelling om te kijken van hoe de werking van het oog is, hoe afwijkingen van het oog eruit zien, hoe dingen worden gemeten. We hebben het allemaal gezien. We zijn in het heilige de heilige van een optometrist geweest, waar brillenglazen worden geslepen. We hebben een ontzettende leerzame middag gehad. Daar
dames en heren, hartelijk welkom bij alweer de 29e editie van de triathlon in Woerden. Ik zeg triathlon, het is een run bike run geworden. Het water is te koud, maar het mag de pret niet drukken. Met 200 deelnemers, ruim 200 uit heel het land, wordt dit een hele sportieve dag. En RPL wenst u heel veel kijkplezier. Natuurlijk, business team. En jij zet er gelijk heuvel af, goed de sokken in. We staan hier met Ronald Velner. Hij is wedstrijdcoördinator voor deze triathlon. Ronald, dankjewel dat je even tijd voor ons hebt nu. Heb je druk? Ja, altijd druk. Vooral 's ochtends al vroeg met het opbouwen. We beginnen om 7 uur al met opbouwen en het is natuurlijk van 7 tot 11 is het even doorpezen. Dus het parfumeer moet opgebouwd worden, kerkplein. En het gaat altijd gesmeerd, wordt altijd geholpen door een hoop vrijwilligers. En ook dit jaar weer gelukt. Ruim 200 aanmeldingen, ook bijna iedere één vrijwilliger per aanmelding. Dat is behoorlijk wat. Ja, nou, 200 aanmeldingen zijn er niet, want als je nagaat dat de trio's al 114 teams zijn en de quad dat is ook al 200 teams, 200 deelnemers. Dus we praten toch bijna over bijna 500 deelnemers die hier aan meedoen. En is het spannend geweest gisteren? Want er is een onderdeel geschrapt, hè? Dat klopt. En dat was de hele week al een beetje van, gaat het lukken of gaat het niet lukken? Natuurlijk gekeken naar de weersberichten. En goed in de gaten gehouden, dagelijks gemeten. En op een gegeven moment dan kom je toch op het punt van go or no go. En uiteindelijk hebben wij gistermiddag besloten om het definitief het zwemmen af te lassen. Omdat het water gewoon te koud is. 13 graden is de grens en we zaten eronder. En hier staan we dan met een van de deelnemers, Martijn van Jaarsveld. Martijn is druk bezig met de voorbereidingen. Want Martijn, wat ga jij doen vandaag? De kwart triathlon, of maar eigenlijk de duathlon in dit geval. Hè? Ja, precies. En wat houdt het precies in? Wat zal het parcours zijn? Is het eerst rennen of is het eerst fietsen? Nee, we gaan eerst 2,5 kilometer hardlopen. Ja. En dat is een rondje hier rond de Singel. En daarna gaan we 40 kilometer fietsen. Dat is richting Kamerik. En weer terug door de binnenstad. En dat zijn 4 rondes van 10 kilometer. Is totaal 40. En daarna gaan we nog 7,5 kilometer hardlopen. Ook door de binnenstad heen. En hoe bereid je je nou voor op zoiets als dit? Ik niet goed genoeg. Nee? Nee. Ik train veel te weinig. Maar ja goed, wat dat betreft, ik heb altijd heel veel bewondering voor de mensen die met heel veel toewijding trainen. Daar kom ik qua tijd vaak niet aan toe. Maar als het moet gebeuren, dan moet het gebeuren. Wij hebben bewondering voor jou, want ondanks dat mindere trainen, zoals je zegt, doe je toch mee vandaag. Moet eerst nog wel finishen. Finish, ja, dat gaat wel goed komen, toch? Ja, ik denk het wel. Ik heb er wel vertrouwen. En hier de volgende dame daar achteraan. Even kijken wie er staat. Sandra Wassink. En hier ook twee atleten. En daar ga ik eens even extra aandacht aan besteden voor. Albert Nappert Kamerik die op het tandem gestart is in het shirt van Rabobank. Maar het tandem is onmiskenbaar herkenbaar. Ja, en hier is het dan even oppassen, want hier hebben we nog invoegend verkeer vanuit de triathlon-teams die ook op de fiets nog zitten. We staan hier met Tim den Braber, maar liefst 14 lentes jong. Tim, jij gaat vandaag doen? De achtste triathlon. De achtste triathlon, wat fantastisch. En hoe heb je daarop voorbereid? Nou, veel getraind met een start-out-finish groep. Ja. Voor de eerste keer dus. En gewoon veel trainen en veel oefenen. Veel trainen en hoe lang veel trainen, veel oefenen? Nou,
twee keer per week sowieso. En fietsen, goed fietsen en de combinaties goed oefenen. Van het lopen en het fietsen. En je moet ook goed leren zwemmen, maar dat kan helaas nu niet. Ben je daar heel goed in zwemmen? Ja, dat is een van mijn beste afstanden. Okay. Nou, onderdelen. En dan staan we hier met de trotse vader van Tim den Braber. Hoe voel je je vandaag? Ja, ik vind het heel leuk dat hij meedoet. Maar hij baalde heel erg dat het geen zwemmen was. Want hij had heel veel geoefend voor zwemmen. En elke dinsdagmorgen om 4:30 opstaan om te gaan zwemmen. En we hebben nog in open water gezwommen en zo. En het is gewoon jammer dat het zwemmen niet doorgaat. Want dan had hij een hoop tijd op kunnen winnen. Wat een doorzettingsvermogen, wat een motivatie. Heeft hij dat van uw kant van de familie? Ik heb vroeger ook wel triathlonnen gedaan. Een kwart triathlon en een halve triathlon. Maar nu niet meer. Dames en heren, dit was het dan weer. De 29e editie van de Woerdense Triathlon. Het is flink gaan regenen. Ik sta inmiddels met een paraplu, maar dat drukt de pret niet. Wij danken u heel erg voor het kijken. We gaan hier nog even door met feesten en graag tot volgend jaar.